Dag Alex, hoe is het met u? Alles kits. Tweede dag marktrok voor jou? Absoluut, tweede dag marktrok. Ik word wel afgeleid. Dat kan gebeuren. Ik snap dat, ik kan er volledig in komen. Ik kan even verduidelijken, hier staat dus een heel schone cameravrouw en dat is heel moeilijk om dan... Dat is afleiding, hè? Naar mijn lelijk gezicht te kijken, laten we er even. Ik heb dat niet gezegd, hè, maar okay. Bedoel... Goed, gisteren Isabelle, hè? Ja. Hoe was dat? Dat was wel maf, dat was zo klaarlicht een dag, 5 uur en ik ben dat echt wel niet meer gewoon. Dus, maar het was wel tof, het was wel tof, het was een goede set. En, het is echt wel, het zijn toffe nummers en het is een toffe band, dus ik vind het eigenlijk wel heel tof om te doen. En dat gaf mij de opportuniteit om hier 2 dagen te zijn op Marktrok, dus eigenlijk allemaal heel cool. Je was echt tevreden na het optreden gisteren? Absoluut, ja. Hoe valt de samenwerking met Isabelle mee? Je moet niet Isabelle zeggen, hè. Isabelle. Isabelle, ja. Hoe valt de samenwerking met Isabelle mee? De samenwerking met Isabelle is heel goed. Nee, dat is echt heel tof. Dat is echt tof. En ik zeg het zo heel spontaan, heel naturel. Je hebt absoluut geen capsones. Dat is gewoon echt toffe madame. En ik zeg het in de muzikanten ook. Ja, ik ken er al een deel, gelijk Ruben en Mario en zo. Maar eigenlijk ken ik ze allemaal, want ik heb nog met Rodrigo, met de gitarist, in de klas gezeten in Sint-Niklaas. Dus het is eigenlijk zo erepot nat. En het is echt wel tof. Het weer gisteren en vandaag? Gisteren begon het te regenen toen we net begonnen spelen, dus dat was wat minder. Maar ik vind vandaag... We zullen hout vasthouden, zo. Dus het ziet er wel heel goed uit. Dus ik hoop dat het zo blijft. Naar vandaag, naar Hooverphonic toe, hoe wordt die, wat is het verschil met gisteren? Wat is het verschil met gisteren? Eerst en vooral dat ik bij Hooverphonic meer een frontfiguur ben, terwijl bij Isabelle is zij de frontfiguur en ben ik gewoon bassist. Dat is het verschil, dat we samen spelen, het is donker, het is laat, meer volk. Ja. Er zijn veel verschillen natuurlijk. Bij Hooverphonic spelen we heel veel hits, heel veel nummers waar heel veel mensen kennen. En bij Isabelle is het eigenlijk allemaal nog heel nieuw, buiten één nummer. Zo. Dus er zijn heel veel verschillen, maar dat maakt het een niet plezanter dan het ander. Ik vind het eigenlijk altijd weer tof. Ja. Hoe anders of hoe belangrijk is de president of de LSD Golf Club voor jou? Het is vooral een eigenzinnige plaat, een plaat die we wilden maken en die we ook echt wel zonder enige vorm van concessies gemaakt hebben. We hebben gewoon echt gezegd van dat willen we doen. We willen een plaat maken van A tot Z goed, singles zijn niet belangrijk. We willen gewoon een sfeer opbouwen die gans de plaat blijft. En dat was gewoon heel tof om te doen. En hoe belangrijk is die? Die is net zo belangrijk als The Magnificent Three of Jackie Kane of New Stereophonic. Ik vind elke plaat is voor mij een kind dat ik bouw. En bedoel, als je 3 kinderen hebt, dan ga je ook niet zeggen van dat is mijn favoriet, je ziet die allemaal graag. Dus, Tournee met Hooverphonic zit er eigenlijk net op om die plaat te promoten. Hoe was die? Pakte de plaat bij het publiek? Dat was heel tof. We hebben ook in Europa echt heel goede reacties gehad. Het is echt zo, heel veel mensen vinden het ons mooiste plaat. Het is misschien niet de meest verkochte plaat, maar het is wel de mooiste voor veel mensen. En dat is eigenlijk nog altijd wel heel belangrijk voor een artiest, vind ik zo. Dat mensen echt wel het schoon vinden gewoon. En dat het raakt. Ik denk dat gewoon echt wel belangrijk is. Wanneer eindigt de concertzomer voor jullie? De concertzomer eindigt, als ik me niet vergis, de 6e september in Sint-Niklaas op de Grote Markt. Wat breng je daar? De volledige show. Volledige Present of the LSD Golf Club show. Maar die zit natuurlijk wel doorspekt met genoeg hits, dus dat is geen enkel probleem. Wat heb je gisteren nog gezien op Marktrok en wat ga je nog zien? Of wil je nog zien? Ik heb gisteren eigenlijk niets meer op Marktrok gezien, want ik ben na het concert direct gaan eten. En dan ben ik naar leukere gereden om naar Grace Jones te gaan kijken. Nou, wat heb je met Grace Jones? Slave to the Rhythm. Dat is een fantastisch nummer. Maar ik moet zeggen, het viel wel wat tegen eigenlijk. Ik had misschien beter naar de CPX hier blijven kijken. Zeer hard de moeite. Ja, was zeer hard de moeite. Wel, ik had dat misschien gedaan, maar... Grace Jones, het is jeugdsentiment, hè, de 80's. Heel erg bedankt. Graag gedaan.